Hallo lieve Ram, fijn dat jullie kijken en crosswatchers natuurlijk. Vandaag gebruik ik voor jullie de spellcasting deck en de Gilded Tarot Royale. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. De vele liefdevolle berichten, de vele aanvragen voor privé readingen, healingen, coaching, begeleiding. Dankjewel daarvoor. En natuurlijk ook voor de vele liefdevolle berichten die ik van jullie allemaal mag ontvangen. We gaan eens kijken wat de energie doet voor de eerste 2 weken van oktober. Oké. En alle nieuwe kijkers, kijk eventjes of het resoneert. Het kan goed zijn dat als je je abonneert, dat het beter met je resoneert. Omdat dan namelijk jouw energie in het kanaal zit. Het is kosteloos om je te abonneren. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niets meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, ook in het weekend. 2 kaarten. We hebben laat een last los. Want je gaat hier gebukt onder de aarde. Dat is nogal wat. Dus laat een last los en daar heb je veel moed voor nodig. Kan zijn dat je te maken hebt met een leeuw. Wat is jullie gezamenlijke energie? Zit in een huwelijk of in een relatie met de 8 van munten. Kan zijn dat dat niet meer loopt of dat het aan je knaagt of ja. Kan ook staan voor op werkgebied dat er misschien een bepaalde last is. En dat je moedig genoeg moet durven zijn om te gaan prioriteren, om te gaan delegeren, om misschien ook wel daadwerkelijk die knoop door te hakken om wat anders te gaan doen. Dus dat zijn verschillende verhaallijnen. Daar kijken meerdere mensen. Wat mogen wij weten voor de Ram? En wat mogen wij weten voor zijn of haar persoon? Oké. Ja, een bepaal, voor het eerste deel over de liefde, zeg maar. Je zit in een bepaalde connectie waar de rek uit is. Daar komt een einde aan. Er was geen eerlijk geven en nemen. En jij wilde eigenlijk zo snel mogelijk uit. Je hebt vele inzichten gekregen. Dat is 1. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een soulmate. Met de 6 van bekers. Het kan goed zijn dat je een nieuwe soulmate op je pad is gekomen. Dat je daar aantrekkingskracht voor hebt. En dat je graag die persoon iets wil aan gaan bieden. En dat je zo, zeg maar, verandering in je leven wil krijgen met het wiel. Die ander kan goed zijn een vis of een weegschaal. Deze persoon zit ook in een huwelijk. Is erg spiritueel. Tegelijkertijd ook een tikkeltje geheimzinnig. Als iemand die werkt aan zijn of haar stabiliteit. En die heeft op dit moment een punt achter jullie connectie gezet. Die vindt het niet fijn dat jij nog midden in die scheiding ligt. Dat je, misschien zit je ook met je hoofd meer bij die scheiding dan bij deze connectie. En deze persoon heeft daarom gekozen om zijn of haar weg te gaan. En dat is die last waar deze persoon mee zat. En die heeft de moed gehad om dat los te laten. Kan zijn op werkgebied dat je in een bepaalde situatie zit die je moet gaan beëindigen. Het kost je te veel moeite. Je bent
energiek moet je heel veel inboeten. Je krijgt er maar weinig geld voor. Je wil vernieuwde inspiratie en je bent tot inzicht gekomen dat jouw geluk elders ligt. Kan zijn dat je te veel aan vroeger denkt, hoe goed en hoe leuk je baan was. Maar dat die spanning, die sensatie, die is er al langer uit. Jij wil graag een nieuw aanbod. Het kan goed zijn dat je al aan het solliciteren bent en dat er binnenkort een reactie komt op een sollicitatie. Dus dat er een verandering jouw kant uitkomt. Die baan die gaat jou heel veel stabiliteit brengen. Heel veel nieuwe inzichten. Het gaat je wel wat moeite kosten. Je moet namelijk ergens onderaan beginnen. Kan zijn dat het echt een hele nieuwe uitdaging is met die schildknaap. Maar uiteindelijk heb je wel het gevoel dat je verder komt. Dat je progressie maakt. Dus dat is voor de tweede groep. We hebben hier te maken met de leeuw, met de weegschaal, met de maagd, met de schorpioen en natuurlijk met de ram. Wat is de uitslag uiteindelijk? 1 voor de liefde. Voor de liefde de uitslag. En wat is de uitslag voor het werk? Nou, voor de liefde, je krijgt afsluiting, dus je gaat van het ene weg en je gaat naar het andere toe. En dat geeft jou de kans om de boel netjes te gaan afsluiten, waardoor je dus ook die ballast van het verleden niet mee hoeft te nemen. En wat betreft als je meer resoneert met het werk. Ja, je ziet hoe mooi eigenlijk het leven kan zijn als je vernieuwde inspiratie hebt. Als je ziet dat je vooruitkomt in een nieuwe baan. Dat je progressie maakt. Dat er inspiratie komt. Dan zie je echt de schoonheid A in jezelf. Wat je allemaal voor potenties hebt. En B, ook de schoonheid van het leven, hoe mooi je kan groeien en wat voor eindeloze mogelijkheden het leven biedt, zolang je maar durft te gaan en moed hebt om bepaalde zware lasten los te laten. Door je intuïtie te volgen, want je hebt vele inzichten gekregen over deze situatie en nou, je hebt moed getoond om voor jezelf te kiezen en dat wordt beloond. Je ziet echt duidelijk verandering. Je krijgt weer energie, eerlijk geven, nemen. Het is wel eventjes bikkelen, omdat het natuurlijk een hele nieuwe situatie is. Dus, maar aan de andere kant is dat ook weer heel erg leerzaam. Je gaat veel ervaring op een totaal nieuw vlak opdoen en dat betekent ook natuurlijk dat je dan heel snel groeit en nou, je gaat misschien ook wel merken dat ook op dit vlak dat er heel veel talent voor jou is weggelegd en ja, dat is een nieuwe kant van jezelf die je ziet in die spiegel die je normaal gesproken nooit zou hebben gezien. Als jij niet moedig genoeg was geweest om deze stap te zetten, om deze te ondernemen richting deze nieuwe kans die je eigenlijk zelf gecreëerd hebt door een oude baan die niet meer met je resoneerde achter je te laten. Als het resoneert mag je liken, delen en je mag natuurlijk ook abonneren. Als je zegt ik wil er graag dieper op ingaan, kan dat ook. Dan je hebt hier de titel. Als je op het driehoekje klikt, dan zie je mijn contactgegevens van mijn website en natuurlijk ook via mijn e-mail. Dankjewel weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.